Bing TV. Internettelevisie op zijn turnouts. Ik ben echt wel tevreden met de 3-0. 3-0 is de volledige buit binnen in dit geval. Ja, ja, tuurlijk. Want, en toch wel belangrijk in een moeilijke competitie. Waar alle teams evenwaardig zijn. Dus een 3-punter is echt wel mooi meegenomen. Zag ik een begin aan de eerste set een aarzelend begin? Ik zag ook dat mijn speelsters nerveus waren. Maar ja, eerste wedstrijd. Ik denk dat ik 1 speelster van vorig seizoen heb overgehouden. Dus eigenlijk met mezelf in kluis zijn we met 13 nieuwe mensen. En ja, dat was wel een begin even zoeken. Ook de Nederlandse meisjes die de Belgische competitie niet kennen. Maar goed, we zijn er goed doorgekomen. Geduldig gebleven en de foutjes zijn eruit geslopen. Ik ben zelf volleyballeek. Ik zag af en toe een verloren bal. Kwestie van communicatie, kwestie van elkaar kennen. Weten wie op welke positie altijd de covering doet. Ja, dat zijn echt duidelijke afspraken. Waar dat je ziet dat we echt wel een nieuw team zijn. En die automatismen, ja, die moeten beter. Ik heb het ook opgeschreven voor deze week. Dat zijn gewoon... Er waren basisafspraken gemaakt die eigenlijk nog niet goed uitgevoerd werden. Voor de rest zie ik daar geen probleem. Waar wil jij met deze ploeg dit seizoen sportief naartoe? Waar zie je eindigen? Wij hopen echt wel top 5 zou mooi zijn. En ik zeg altijd, als je voor de top 5 speelt, ja, dan kan je hoog eindigen, maar je kan ook 6e eindigen. Dus dat is de gezonde ambitie van de club. Niks moet, alles mag. Zeker met een nieuw team, ook met jonge meisjes, het turnout. Dat ook wel belangrijk wordt, die op dit niveau geïntegreerd worden eigenlijk. Een missie van de club, las ik op de website, is om lokaal talent te laten doorstromen. Welk talent zit er in deze ploeg? We hebben echt wel 3 jonge meisjes die van een lager niveau komen. Die de voorbereiding verdeeld al goed hebben doorgemaakt. En die komen dichter bij het team. En zoals Marten, die is natuurlijk niet van de streek hier. Die is hier bijgekomen, maar ook jong. Die heeft wel al de integratie in de wedstrijd gedaan. Maar ik zie die andere meisjes ook wel op termijn doorgroeien. Ik ging in de jaren 70 als jonge kerel naar turnout kijken, naar de heren, Jeff Mol. Europees volleybal. Is dat iets dat voor een vereniging of voor een trainer sportief kan in de Kempen? Dat is een verre toekomst. Ik heb natuurlijk de ambitie wel. Maar we zien wel, de club heeft net een fusie achter de rug. En ze willen dit jaar een gezond beleid een goed jaar draaien met heel veel teams. En dat is de eerste betrachting van de club. En wat er verder gaat gebeuren, zullen we wel zien. Laatste vraag. Waar ga je eindigen met deze ploeg? De tweede nationale noemen ze dit zeker in volleybal? Liga B. Ja. Liga B. Vierde. Okay, we komen daar nog op terug. Hè? Bing TV. Internettelevisie op zijn turnouts. Just Bing It. Just Blink It.